allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie verschillende halsteringen vertellen. Dus hoe je die moet maken en hoe het beste is om ze te maken en hoe groot. Nou, veel kijkplezier. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Heb je nog video-ideeën? Laat het dan vooral weten in de reacties. Like deze video. Abonneer op mijn kanaal. Zou ik super tof vinden, want dat geeft een beetje dat jullie mijn kanaal nog best wel tof vinden. En doe dan ook gewoon een notificatiebel. Dus ik hoop dat jullie de video erg leuk vinden. Laat het vooral weten in de reacties, want dat zou ik heel erg leuk vinden. Want mijn ideeën haken op. Dus een beetje nieuwe DIY's of wat dan ook. Zou heel erg leuk zijn. Dus in ieder geval heel erg bedankt. En veel kijkplezier. Op deze eerste foto zie je een ringetje. In deze halstering gaan we als eerst maken. Nou, ik ga ik helemaal van top tot teen uitleggen hoe je dat moet doen. Dus blijf vooral nog even kijken. Als eerste ga ik een ringetje maken als halstering. Dus ik ga hem ongeveer een kwart van de kleinste pinnetje ga ik hem afdoen. Dus ongeveer een centimeter. Dan draai je hem rond. Dus dan hem vast en dan draai je hem gewoon een rondje rond. En dan krijg je een rondje, een ringetje. En die knip ik nou even af, het overige. En ik heb hem dan nu afgeknipt. Nou, dit is dan hoe je een ringetje maakt voor een halster. Dan moet je natuurlijk wel over nadenken dat je er in totaal nog 5 moet hebben voor een halster. Op deze tweede foto zie je een driehoek halstering, dus met 3 puntjes. Deze ga ik helemaal van top tot teen uitleggen. Voor de tweede ga je dus een driepunt of een driehoek maken. Dus ik ga hem eerst op de kleinste stam ga ik hem 1 keer buigen naar beneden. En dat doe ik dan nog een keer. Ik krijg een soort van vierhoekje. En nu heb ik dus een soort rechthoekje. Nu ga ik hem nog een keer buigen zodat het een vierkant wordt. Nu heb ik een vierkant. Ik buig er nog een beetje bij, zodat hij echt een vierkantje wordt. Dus ik maak hem nu nog alleen even netter. Nu heb ik dat gedaan. En laat ik hem even zien. Dat dit het soort van vierkantje is. Het is niet heel goed te zien, maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk te zien. Te laten zien. En dan gaan we hem ietsje doortrekken en dan gaan we hem weer buigen. Dus op de kleinste stand weer buigen. Zodat het een beetje op een gespje begint te lijken. Eerst maken we ook een gespje. Maar later moet ik dan nog weer door laten lopen. Dus eerst maken we weer een gespje. Dus een beetje bijbuigen en een beetje netter maken. Dus nu heb ik hem echt als een soort gespje. Dan moet ik hem nog 1 keer buigen, dan heb ik een helemaal gespje. Dus nu buig ik hem helemaal door. Nu heb ik een gespje. En nou laat ik hem zo licht mogelijk over. Ik ga hem nu weer buigen. Dus dan begint hij nu een beetje op de driehoek te lijken. Nu staat hij zeg maar weer recht op die andere. En nu moet ik hem anders vasthouden, maar het gaat een beetje moeilijk. Nu ga ik hem nog een keer buigen. Dus nu komt het er zo uit te zien. Nu heeft hij 2 gaatjes en de derde komt eraan. En de derde is er nu. En nu kan je hem ook het overige afknippen. Dus je knipt hem af onder het eerste rondje. Zodat je het niet ziet natuurlijk waar je hem hebt afgeknipt. Nou, dan is dit hem. Dan heb je een mooie driehoekje als halstering. Vind ik heel erg mooi en gebruik ik ook zeker vaker. En als laatste hebben we nog de vierpunt. Dus een soort van rechthoek met een hoekje erboven. Nu de derde en ook de laatste is een vierpuntje.
Dus je doet eerst gewoon weer een gespier maken. Dus je maakt hem eerst weer buigen, buigen en nog buigen. Totdat het een vierkantje wordt. Nog een keer het hele vierkantje opnieuw. Totdat het een gespier wordt. En dan moeten we hem even door laten lopen. Dat zien we dan wel weer. Dus nu ben ik aan het buigen. En het is niet heel goed te zien, maar nu zie je het wel. Nu heb je weer een half rondje of een half vierkant. Dus nu maak ik hem heel. Nu heb ik hem heel. En nu ga ik hem weer buigen, zeg maar. En nu buig ik hem weer. Natuurlijk allemaal op de kleinste stand, hè. Dus allemaal op de kleinste. Behalve bij het ringetje, dan moet hij groter. Maar nu moet het allemaal op hele kleine standjes. Nu heb ik hem weer gebogen. Nu begint het weer op een gespje te lijken. Zo moet hij eerst ook worden. Nu is het een gespje en ik buig hem nog een beetje bij zodat hij netjes lijkt. Maar nu is het echt een gespje. En nu ga ik door naar de andere kant. En daar doe ik eigenlijk weer hetzelfde. Dus dan wordt het een soort van driedubbele gespje. Dus daar buig ik hem nu ook weer om. En nog een keer. Dus wat je eerst deed om een gespje te maken, doe je nu ook lijkt hem doortrekken naar de andere kant. En dan doe je daar weer hetzelfde. En dan heb je nu dit. Dan heb je eigenlijk nu een beetje van dat driedubbele gespje. Nou heb ik dus daar bij het uiteinde, moet ik hem nog wel weer een keer buigen, zodat er ook omhoog eentje komt. Nou die laat ik nu buigen. Dus nu heb ik eentje. Zo moet die komen. Ik ga hem nu buigen. Nu staat hij omhoog. En nu moet hij nog één keer gebogen worden zodat het een vierkantje wordt. En het is allemaal een beetje klein, dus daarom focus hij wat raar. Nu heb ik hem helemaal klaar. Helemaal gemaakt zoals hij moet zijn. Dus nu laat ik hem precies over het middelste hoekje of vierkantje laat ik hem precies overlopen. Zodat je, wanneer dat je het overige afknipt, dat je dat niet ziet. Dus nu heb ik hem afgeknipt. Nou, hij ziet er perfect uit. En dit is hoe je die dus maakt. Ik ben er echt super blij mee. En ik hoop dat jullie ook wat aan hebben gehad. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ja, like en abonneer natuurlijk. En de notificatiebel niet vergeten. Nee, grapje. Het is heel erg leuk als jullie allemaal abonneren op mijn kanaal. En deze video liken. Dat weet ik alleen maar dat het alleen maar super tof is. En geweldig. En dat jullie meer van dit soort video's willen. En laat ook zeker weten wat voor video's jullie willen. Want ja, op een gegeven moment dan ben ik een beetje door mijn ideeën heen. Dus ik zou het heel erg fijn vinden als jullie weten wat voor ideeën er nog meer zijn. En ook andere soorten series. Dus niet alleen de drie hoofdvideo's wat ik eigenlijk nu heb. Nee, ook meerdere video's. Zou ik heel tof vinden. En verschillende soorten video's. Want nou zijn het eigenlijk alleen maar top 3. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.